AA and PNH are rare blood diseases that are similar and connected to each other. After you've been diagnosed with AA or PNH, your life will take a different turn. En toen moest ik bij de arts komen. Toen was het goede nieuws dat het geen leukemie was. En ik denk het net zo slechte nieuws dat je een plastische anemie hebt. Toen kreeg ik telefoon van onze middelste zoon. Op dat moment wist ik, het is echt niet goed met hem. Er is iets aan de hand en mijn leven kantelt. PNH is levenslang. Nou, de enige mogelijkheid dat ik kan genezen is ander beenmerg of een stamceltransplantatie. Maar vanaf 30 jaar wordt het risico dat het lukt zeg maar, steeds kleiner. Annelies attributed her fatigue to stress because of her new job. She planned a vacation, but also a physical check-up, just to be sure. Ik voelde me al een paar maanden niet helemaal fit. Dus ik had een afspraak gemaakt om bloed te laten prikken, maar dan kon ik gewoon langs de poli. En ben ik in de trein gestapt naar Schiphol. En toen belde de huisarts of ik heel snel als de sodemieter naar de spoedeisende hulp wilde. Ik zei, nou, ik ga naar Marokko, lekker surfen. En dat vond ze niet zo'n heel goed idee. Toen heeft ze gezegd van, nou, Marokko kan echt niet. Je moet echt nu naar het ziekenhuis. En toen merkte ik dat ik al allemaal blauwe plekken had waar ik mijn tas net had gedragen. En dan gaan ze je, eigenlijk vertellen ze je niet zo heel veel. Ze gaan heel veel vragen. En dan zit je daar maar dat je denkt, wat is er nou allemaal aan de hand? Zeg nou eens iets. The AA Expertise Center in the Netherlands is the Leiden University Medical Center. Dr. Stijn Halkes about AA. Het beenmerg, dat is eigenlijk de bloedfabriek. Dus daar worden verschillende bloedcellen gemaakt. Dus dit is schematisch een bot met daarin allemaal stamcellen, allemaal beenmergstamcellen. En die maken die verschillende bloedcellen. Wat we denken dat er bij aplastische anemie aan de hand is, is dat er een reactie is van je eigen afweer tegen het beenmerg. Met als gevolg dat er nog maar een paar van die stamcellen overblijven. En een direct gevolg daarvan is dat de bloedcellen ook minder zullen worden. Nou, wat je dan dus kan verwachten is als je minder rode bloedcellen hebt, dan word je sneller moe. Dan heb je tekenen van bloedarmoede. Als je minder bloedplaatjes hebt, dan kun je last krijgen van bloedingen of spontane blauwe plekken. En als je een tekort hebt aan witte bloedcellen, dan kun je makkelijker infecties krijgen. Of als je een infectie krijgt, kun je die moeilijker opruimen. Cor has a responsible position with an international company. He was diagnosed with PNH 14 years ago. Op dat moment zat ik in een hele slechte periode, omdat ik voelde me moe, ik voelde me zwak. En ik werd vervolgens eerst in het ziekenhuis in Spijkenisse werd ik onderzocht. En vervolgens werd ik doorgestuurd naar het ziekenhuis in Rotterdam, Daniel de Hoed Kliniek. En daar is na een beenmergpunctie vastgesteld dat ik een beenmergprobleem had. The Radboud University Medical Center in Nijmegen is the PNH expertise center in the Netherlands. Dr. Saskia Langemeijer about PNH. Ieder mens heeft een afweersysteem en dat afweersysteem dat moet je beschermen tegen bijvoorbeeld bacteriën en virussen die de bloedbaan binnenkomen. Maar wat het afweersysteem niet moet doen, is je eigen bloedcellen afbreken. En om te voorkomen dat dat gebeurt, heeft elke rode bloedcel van gezonde mensen een soort pantser om zich heen, wat ervoor zorgt dat die beschermd wordt tegen je afweersysteem. Bij mensen met PNH is het probleem dat dat pantser om die rode bloedcel ontbreekt. En dat komt door een foutje in de stamcellen van het bloed. En door dat foutje treedt er continu afbraak van rode bloedcellen op. En als we het hebben over een PNH-kloon, dan gaat het om de verhouding tussen PNH-cellen en gezonde bloedcellen in het bloed van een patiënt met PNH. Blogger en columnist Gwenny almost lost her son. His brother's stem cells saved his life. Je vergeet het echt nooit op een vrijdagavond. Ik kwam van mijn werk. Ja, hij zei direct, mam, ik ben in het ziekenhuis, er is iets met mijn bloed niet goed. Waarbij er direct door mijn hoofd ging, leukemie, dit is leukemie. Oh jongens, dit is leukemie, dit gaat niet goed. Want bij bloedonderzoek was gebleken dat er veel te weinig bloedplaatjes in zijn lichaam waren, waardoor hij die blauwe plekken kreeg. En een van de eerste dingen die tegen hem werd gezegd en tegen ons werd gezegd, we gaan maandag een beenmergpunctie doen om te kijken of het
leukemie is of aplastische anemie. Want dat zijn de twee gevaarlijkste ziekten wat met beenmerg te maken heeft. Vanaf dat moment stond het leven op zijn kop. In eerste instantie willen ze altijd leukemie uitsluiten. Nou ja, dan heb je dus een beenmergpunctie daarvoor. Daar kunnen ze echt uitzien wat er met je beenmerg aan de hand is. Een probleem met lage bloedwaarden wordt vaak in eerste instantie gedacht, oh jee, het is leukemie. En dat is dan ook vaak de reden dat mensen snel naar het ziekenhuis worden gestuurd. En dan wordt er een beenmergonderzoek gedaan. En bij leukemie zie je zeg maar afwijkende kwaadaardige cellen in het beenmerg. En dat zie je bij aplastische anemie niet. Ik merkte ook dat naarmate de behandeling eigenlijk steeds dichterbij kwam, dat ik langzaamaan steeds verder aftakelde. In het begin was ik nog wel echt heel fit eigenlijk en merkte ik er niet zo heel veel van. Maar er wordt dan wel gezegd van nou, je mag niet meer fietsen, je moet oppassen dat je niet meer stoot. Allemaal kleine dingetjes. En tegen beter weten in, doe je dat dan toch? En dan stoot je je knie en dan zit je op de fiets en wordt je knie heel dik. Je mag dan niet meer in de sportschool komen. Nou ja, voor mij is dat een ramp, want ik sport heel graag. Dus dat kon ook niet meer. En uiteindelijk merk je natuurlijk dat je ook echt gewoon snel buiten adem bent. Ja, en dan is het gewoon elke week, twee keer in de week zelfs, bloedplaatjes halen en één keer in de week bloed. Totdat je behandeld mag worden eigenlijk. Nou, gelukkig ben ik altijd uit de transfusies kunnen blijven. Na 2 jaar ben ik vervolgens wel in de periode van 7, 8 jaar heel langzaam achteruit gegaan. En vervolgens werd ik dus doorverwezen naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, omdat ik een grotere kloonvorming kreeg en wellicht andere medicatie nodig had. Het belangrijkste medicijn wat er op dit moment is om PNH te behandelen, dat is eculizumab. Die moet je elke 2 weken via een infuus toegediend krijgen. En er wordt veel onderzoek gedaan naar medicijnen die je minder vaak toegediend hoeft te krijgen of die je bijvoorbeeld jezelf in een spuitje toe zou kunnen dienen. Ik heb na een inloopprogramma in het Radboud ziekenhuis kon ik overgaan op de thuistoediening en ben ik tot vorig jaar via de thuistoediening iedere 14 dagen voorzien van een infuus. Heel makkelijk omdat ik dan in principe kon blijven doorwerken. En wat eculizumab doet is het remt dat complement, dat stukje van het afweersysteem, en daarmee remt het de afbraak van je rode bloedcel. Dus je hebt nog steeds rode bloedcellen zonder dat pantser, maar omdat je het afweersysteem geremd hebt, worden die rode bloedcellen minder snel afgebroken. Op het moment dat je een 2-wekelijkse cyclus hebt, dan kun je maximaal 12 dagen vakantie plannen. Omdat je dus om de 14 dagen je infuus weer krijgt. Oké, Lies, kom verder. Neem plaats. Behandeld hield voor mij in ATG. ATG is een antistoffenbehandeling, dus dat komt uit paarden- of konijnenbloed. En als het goed is, zou dat volgens de theorie jouw T-lymfocyte moeten afbreken, waarvan ze denken dat dat is wat je beenmerg helemaal aanvalt. Ja, we hebben de bloedwaardes en dat ziet er goed uit. Als je hier ziet, heb je het HB, dat is nu 8,6. Witte bloedcellen, net als de vorige keer, iets verlaagd, 3,7. Maar de granulocyten, dus die je moet beschermen tegen bacteriële infecties, die zijn prima. In Leiden word je opgenomen. En dan krijg je een eigen kamer. Met dubbele deuren. En daar word je behandeld met de ATG, zeg maar. Omdat je immuunsysteem dan afgebroken wordt. Dus dan heb je natuurlijk ook geen weerstand meer, dus er wordt allemaal heel panisch gedaan over alles op de grond, vieze handen, besmette bezoekers, noem het allemaal maar op. Als er gekke dingen zijn tussendoor, bloedingen, vermoeidheid, gewoon bellen. Tot ziens. En dan, dan ga je na een week, in mijn geval 10 dagen, ga je weer naar huis. En dat voelde niet goed. Toen heb ik na 3 dagen heb ik toch maar weer het ziekenhuis gebeld, want ik voelde me zo slecht. En toen hebben ze hem weer opgehaald. Ik ben nog een keer 10 dagen gebleven. Want ik had een bloeding in mijn buik ergens. Want ze kunnen niet zo heel veel, omdat alles wat ze met je doen veroorzaakt natuurlijk ook weer problemen. Als ze een punctie doen, dan maken ze weer een gat. Dus dan heb je weer kans op bloedingen. En hij is wel heel, heel, heel ziek geweest.
Ik heb, zeker in die eerste maanden is er boosheid. Waarom kan nou niet aangewezen worden wat hij heeft, zodat we een traject kunnen inslaan? De medische wetenschap is zo ongelooflijk knap. En waarom weten ze nou niet wat er met het joch aan de hand is? Omdat wij in een behoorlijke onzekerheid zaten. Niemand kon er een plakkertje op plakken van dit is het of dat is het en we gaan dit en dit doen. Het was constant pappen nat houden. En ik zag mijn kind slechter worden, met de dag slechter worden. Nou, omdat ook het voor de behandeling, voor de goede behandeling van belang is om dat verschil te maken, vinden we het meestal belangrijker om een goede diagnose te hebben voordat je start, dan dat je meteen start met een behandeling, omdat misschien de behandeling dan suboptimaal is. En pas eind november werd duidelijk dat het toch aplastische anemie was met PNH-spectrum. Eigenlijk is het dan PNH wat in een aplastische anemiegroep valt. Dus de aplastische anemie, daarbij heb je een heel leeg beenmerg. Bij een PNH is dat beenmerg veel voller. Nou, er zijn dus mensen die hebben het allebei, maar er zijn dus ook mensen, bijvoorbeeld met aplastische anemie, die beginnen met een klein beetje PNH en dan gaandeweg de behandeling, hè, of ze worden niet behandeld, maar zie je een uitgroei van die PNH-cellen. Eigenlijk was de enige optie nog maar stamceltransplantatie, dus het was niet een kwestie van gaan we het wel doen of gaan we het niet doen. Het was zelfs geen kwestie meer van wanneer gaan we dat doen, want toen werden we ook ineens op een sneltrein gezet van zo snel mogelijk. Je kan namelijk niet zomaar nieuwe stamcellen aan iemand geven. Dan moet je eerst weer een intensieve voorbehandeling geven om het oude stamcel, het oude B-merg eigenlijk leeg te maken. En om de afweer ook heel sterk te onderdrukken. En daarna kun je de stamcellen van een donor introduceren. En die kunnen dan het B-merg weer opnieuw opvullen. Hij is nu sinds een half jaar, geloof ik, van de medicatie af. En dan bedoel ik ook echt alle medicatie. Er is geen cyclosporine meer, er is geen antibiotica meer. Afgelopen mei was het een jaar geleden dat hij getransplanteerd is. En toen zijn ze dus begonnen met inentingen. Er is ook helemaal niks meer wat in zijn oude lijf zat, wat in dit nieuwe lijf zit, zal ik maar zeggen. Dus alle kinderziektes is hij weer bevattelijk voor. Als een kind waterpokken heeft en hij zal er in de buurt komen, waarschijnlijk gaat hij waterpokken krijgen. Er zijn inentingen die hij nooit meer mag krijgen voor de rest van zijn leven. Alle levende cellen, dus iets van gele koorts, cholera, dat mag hij niet meer krijgen. Dus er zijn ook landen wat hij moet vermijden de rest van zijn leven. Ik had altijd al vaak bloedneuzen. Maar op het moment dat je aplastische anemie hebt, dan stopt hij niet meer. Weet je het zelf ook niet meer, dus dan ga je het ziekenhuis maar bellen. Ik heb al twee kano-artsen redelijk in paniek gezien, want die wisten het ook niet meer. Dus dan gingen ze hem dichtbranden. De laatste keer was ze elektrisch dichtgebrand. En omdat al je haarvaatjes bloeden, kregen ze het ook niet meer gestopt. Dus ik ging met drie neustampons tot aan je voorhoofd. En een stuk leukoplast eromheen. Ging ik half gemarteld terug naar huis. Ja. Door een tekort aan bloedcellen, dat kan echt een groot effect hebben over wat je kan doen, wat je mag doen. Hè. Dus bijvoorbeeld als je een laag aantal bloedplaatjes hebt, hè, dan is het niet verstandig om te gaan mountainbiken. Hè. Je hebt snel blauwe plekken. Het kan ook zijn dat je heel snel vermoeid bent door tekort aan rode bloedcellen. Op het moment dat je afweer minder is, dan wordt ook wel geadviseerd om grote mensenmassa's te mijden. Niet met openbaar voer in de spits. Dus dat heeft ook allemaal hele grote consequenties voor het dagelijks leven van de patiënten. En zelfs als die bloedwaarden aan het verbeteren zijn, na die intensieve behandeling, kan dat nog steeds effect hebben. Kunnen mensen nog steeds moe zijn, makkelijk bloedingen hebben, gevoelig zijn voor infecties. Want ook de behandeling bestaat voor deels uit afweeronderdrukkende middelen. Dus het kan echt een hele grote impact hebben op het leven van patiënten, deze ziekte. Ik sport heel veel, denk een dag of 4-5 in de week. En dat mocht niet meer, ook omdat het in sportscholen vaak vies is. Vloeren zijn vies, kleedruimtes. Ik deed daar yoga, hot yoga. Dat kan dus niet meer, inderdaad. Dat is gewoon, er zijn te veel bacteriën en infecties om daar überhaupt nog te kunnen
sporten. En het is ook zo dat er te veel mensen zijn in een kleine ruimte. En dat is de reden waarom ik ook niet meer kon sporten. Niet meer naar mijn werk kon. Omdat ik met de trein moest naar mijn werk. En op kantoor zijn ook vaak mensen die natuurlijk verkouden zijn. Een koortslip hebben. Nou ja, noem het maar op. Dus je doet niks meer eigenlijk. Je kan niet meer naar de sportschool. Je kan niet meer zomaar in een vol restaurant gaan zitten. Je kan niet naar je hobbycursus. Ik deed aan kleding maken zelf. Nou ja, dat was ook met 6 tot 8 man. Dus dat ging ook niet meer. De wc moest dagelijks schoongemaakt worden als je dat al niet deed. Schone kleren iedere dag, bed verschonen iedere dag, een kattenbak niet doen. Ik heb gelukkig de mogelijkheid, ik hoef niet altijd op kantoor te zijn. Dus ik zit zowel op kantoor als bij klanten, maar ik heb ook een thuiswerkplek. En op het moment dat er dus inderdaad virussen door het kantoor heen zweven, dan probeer ik zoveel mogelijk toch thuis te werken. Dus ik probeer dat inderdaad wel te voorkomen. Dus dat geldt ook voor handen wassen, heel raar. Dus op het moment dat ik dus in de nabijheid ben van mensen die dus verkouden zijn en ik weet dat mijn afweersysteem op dat moment minder is, dan probeer ik er zoveel mogelijk afstand van te nemen. Dus, en als ik van tevoren al weet dat mensen verkouden zijn, stel ik gewoon eventueel een meeting gewoon uit. Als je de diagnose op tijd wordt gesteld en je begint op tijd met behandeling, dan kun je ook met PNH kun je oud worden. Waarbij het heel belangrijk is om te kijken samen met de arts naar wat je kan doen om de kwaliteit van je leven ook zo goed mogelijk te hebben. Want de mate waarin mensen klachten hebben van PNH kan heel erg wisselen. Mijn waarden zijn allemaal stabiel. Sommigen nog een klein beetje aan de lage kant, maar niks om me zorgen over te maken. Ik kan inmiddels weer volop sporten. Ik hou het wel in de gaten. Ik bedoel, ik doe aan CrossFit, dat is nogal een heftige sport met gewichten. Maar ik moet daar wel mijn grenzen in bewaken. Ik heb een ander huis, dus ik ben flink aan het klussen. Dus het sporten nu op dit moment valt een beetje zwaar samen met klussen. Dat is dan wel het gevolg. Dat je toch nog wel van die crashes hebt ergens in de middag. Dan word ik echt moe. Op dat moment moet ik eigenlijk gewoon rust nemen. Maar daar ben ik zelf niet zo heel goed in. Dus wat ik dan doe is gewoon doordouwen tot ik 's avonds neerstort. Ben je pas 26, maar je hebt wel geleende tijd. En dat beseffen we ons allemaal wel. 50 jaar geleden had hij er niet meer geweest. 3000 kilometer verderop. En hij had er ook niet meer geweest. Wij mogen blij zijn dat we in een land wonen waarin dit allemaal mogelijk is. Want to know more about AA and PNH? Or about Radboud University Medical Center and Leiden University Medical Center? Please contact the AA and PNH contact group. This patient organization has a wealth of information and experience expertise. You can also participate in theme days and the private Facebook groups. Visit the website aaenph.nl.